skillswedstrijden worden onder de aandacht gebracht van de studenten. Om ze te laten ervaren hoe het is om onder druk te werken. En om dat mbo-beroep, dat soms een beetje ondergesneeuwd raakt, goed onder de aandacht te brengen. Mijn opdracht tijdens de EuroSkills is, ik en mijn partner moeten een jas maken, een regenjas. En ja, dat is een heel groot proces, dus van begin tot eind. Dus onderzoek, doelgroep, de schetsen, technische tekeningen en ook de patronen. En natuurlijk een sample en het eindproduct. En dat binnen 3 dagen. Ik bereid me voor op deze kampioenschappen door heel veel te trainen. Ik ben nu in de klas bezig om een prototype te maken. En in de vakantie ben ik thuis aan de slag gegaan. We bereiden ze voor op deze wedstrijden door ze heel veel trainingsuren te laten maken. En waarin ze ook mentaal ondersteund worden in alle vragen die ze hebben. En er moet gepresteerd worden binnen een korte tijd of binnen een bepaalde tijd. En met een bepaalde kwaliteitseis. Wat ik van Nederlandse skills meeneem naar EuroSkills is vooral dat ik plezier moet hebben. Ja, gewoon een hele leuke ervaring ervan gaan maken.